Welkom bij Baasbegrip, het inspiratieplatform met tips en adviezen om jezelf te versterken op het gebied van persoonlijke effectiviteit, communicatie, zelfvertrouwen en mindset. Ik ben Sandra en ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze podcast. En deze week een wat persoonlijke blog, maar met genoeg tips die iedereen kan gebruiken. Want zelf kom ik van tijd tot tijd ook mijn eigen uitdagingen en valkuilen tegen. Ook als ik zelf andere coach of adviseer, betekent dat natuurlijk gewoon echt niet dat het bij mezelf altijd allemaal helemaal vlekkeloos gaat. Dat is helemaal niet realistisch, want bij niemand in het leven is dat natuurlijk haalbaar. En überhaupt denk ik ook dat coaching, tenminste zeker niet de coaching die ik geef, die is er gewoon niet voor bedoeld om je een garantie te kunnen geven. Dat je gewoon nooit meer voor uitdagingen komt te staan. Ik denk dat coaching ervoor bedoeld is om je handvatten te geven, om sneller door te hebben dat iets niet lekker loopt. En dat je dus ook sneller een logisch persoonlijk plan van aanpak kan maken. Dus dat heb ik zelf ook zo ontwikkeld de afgelopen jaren. 10 jaar geleden, toen ik dat allemaal nog niet bewust wist wat ik nu weet, toen viel ik zo hard en diep in mijn eigen valkuil dat het gewoon eindigt in een totale burn-out. En nu heb ik vaak binnen een paar dagen echt wel in de gaten dat ik in een kuil ga lopen. En kan ik mezelf er ook gewoon best wel snel weer uitsturen. Wat zijn mijn uitdagingen nou op dit moment? Ik merkte bij mezelf dat ik me gewoon veel meer focus op wat er allemaal in mijn hoofd niet goed loopt. En dat ik meer bezig ben met wat anderen allemaal veel succesvoller lijken te kunnen. En dat ik dat ook allemaal moet kunnen. En dat geeft me onzekere gevoelens en soms ook de behoefte, misschien ken je dat wel, dat je denkt van ach, laat hem al maar zitten. Dat is eruit. Dat zijn mijn uitdagingen en valkuilen op dit moment. Let wel, het zijn gewoon wel allemaal momenten. En in mijn echte kern weet ik ook wel dat het onzin is. En dat het de emoties uit mijn schil zijn die lopen te gillen. Daarover gesproken trouwens, als je iets meer wil weten over kern en over je kern en over je schil. Kijk dan even of lees dan even een eerdere blog terug. Die heet Zelfvertrouwen door focus op je scherpe kanten. Sterke kanten, dan weet je wat ik daarmee bedoel. Maar in ieder geval, ondanks dat het maar momenten zijn en dat ik dat ook wel weet dat het onzin is wat ik allemaal zit te denken. Ja, dan moet ik daar gewoon wel wat mee en moest ik ook wat zelfcoaching op mezelf loslaten. En hoe ik dat dan doe, dat kan ik wel even in dus een blog en een podcast delen, dacht ik. Want daar kunnen meer mensen misschien wat aan hebben. Dus, ik heb dus eerst geanalyseerd dat er nu even gewoon iets niet helemaal goed gaat in mijn manier van denken. En geanalyseerd wat dat is. En daarvoor heb ik dus mijn eigen denkpatronen van een afstandje bekeken en ook op een rijtje gezet. En dan krijg je dus eigenlijk die opsomming die ik net hiervoor had. Nu moet ik natuurlijk gaan bedenken van, wat moet ik gaan doen? Het reorganiseren. Om dus die negatieve denkbeelden weg te krijgen. Of om ze in ieder geval gewoon minder op de voorgrond te laten komen. Het meest logische is dat ik gewoon de tegenovergestelde denkpatronen ga toepassen. Moeilijker is het eigenlijk niet. Dat doet je er wel direct aan denken dat het daarom ook zo belangrijk is dat analyseren van je eigen denkpatronen. Want je moet weten wat je rare gedachten zijn om te weten wat je daarvoor gedachten tegenover moet zetten. Naast het feit dat ik dat dus eigenlijk gewoon moet doen, met denkpatronen aan moet passen, kan ik ook gewoon informatie opzoeken als ik dingen wil leren of zo. In dit geval heb ik die informatie bij mezelf gezocht, want ik ben in het verleden al eerder tegen deze valkuilen in deze valkuilen gestapt. En ik ben er toen ook wel echt succesvol weer uitgekomen. Dus ik ga dus terughalen bij mezelf wat toen mijn eigen succesfactoren waren. In dit geval kom ik dan op de volgende punten die ik moet gaan doen of eigenlijk moet gaan denken, want het veel is eigenlijk mindset. Wat ik in ieder geval wil gaan doen is gewoon veel meer helderheid krijgen en met name helderder weten wat ik zelf wil. Ik moet ook weer een positief
positieve focus hebben daarop, dus wat ik wil, en geen negatieve focus op wat er allemaal niet goed gaat. Daarnaast is het belangrijk dat ik voor mezelf gewoon weer rust en kalmte en overzicht ga creëren. En ook weer ga prioriteren en schema's gaan maken. En een soort actieplan maak in, die ik in stappen kan gaan doen. Want dat weet ik gewoon van mezelf. Ik hou gewoon erg van overzicht en structuur. En een duidelijk stappenplan. Daarnaast is het belangrijk dat ik gewoon bij de feiten blijf. Dus niet allerlei van die gedachten erbij halen. Maar ik moet gewoon weer even goed nadenken. Wat zijn de feiten? En ik moet gewoon weer echt bij mijn eigen kern blijven. Wat ook belangrijk is, is dat ik gewoon weer echt moet gaan nadenken en mijn eigen krachten en sterke eigenschappen moet gaan kennen. En daar moet ik ook mijn focus op leggen. Op die van mezelf en niet op die van een ander. Daarnaast moet ik gewoon gaan handelen en in actie komen vanuit mijn eigen krachten en vanuit mijn eigen sterke eigenschappen. Wat ook heel belangrijk is dat ik gewoon weer volledig geloof en vertrouwen heb in mijn eigen kunnen en in mijn eigen doel. En ik moet me wat meer gaan focussen op wat er al goed gaat. Nou ja, als laatste ga ik nadenken over hoe ik dit alles voor elkaar ga krijgen. Het realiseren. Het zal erop neerkomen dat ik eigenlijk gewoon moet doen en me niet moet laten afleiden. Dat betekent dus ook dat ik selectief moet gaan zijn in welke informatie of prikkels ik allemaal tot me laat komen of neem. Zoals bijvoorbeeld welke social media ik ga bekijken of welke podcast ik ga beluisteren. En normaal hoef ik daar niet zo heel selectief in te zijn, maar nu wel. Als een soort zelfbescherming of zo. Daarnaast laat ik het ook mijn partner en mijn omgeving even weten dat dit op dit moment speelt. Dat is ook altijd handig. Maar het allerbelangrijkste is waarschijnlijk dat ik gewoon weer scherper en meer getraind word in het signaleren van mijn eigen gedachten. Even weer trainen in bewust op momenten stilstaan. Bewust stilstaan bij wat denk ik nu eigenlijk, zijn dat wel de feiten, is dit echt, komen deze gedachten vanuit mijn kern of vanuit mijn hysterische schil. Dus, dit was een voorbeeld van een soort coaching aan mezelf en zo ga ik het dus ook doen. En gelukkig weet ik uit ervaring dat het gewoon gaat werken. En normaal wens ik jullie allemaal succes, maar nu mezelf. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het leuk en nuttig vond en dat je de tips kan toepassen op jouw manier. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@baasbegrip.nl of neem een kijkje op de site www.baasbegrip.nl. Tot de volgende podcast!